5, 4, 3, 2, 1, live. Goedemorgen allemaal. Welkom. Een nieuwe dag. Hoe gaaf is dit dat elke dag gewoon de zon gratis opkomt. Dat jij uit je bed mag springen om weer nieuwe dingen te gaan creëren. En voor mij is dat vandaag in ieder geval om 9 uur Facebook Live. Straks om 10 uur een webinar geven. En daarna werk ik verder aan het product Verbeter Je Seksleven, wat ik samen met Karianne Ros maak. En gisteren hebben wij dat product gelanceerd. En daarover gaat deze uitzending. Nou, ik wacht heel eventjes tot een paar mensen binnendruppelen. Het was gisteravond. Gisteravond, voor de allereerste keer, een online training Verbeter Je Seksleven. En dat klinkt echt als iets van, seks, sales, you know. En, maar dit is anders. Dit is echt heel anders. Dit is niet voor de seksindustrie. Dit is voor een compleet andere doelgroep. En goedemorgen Harro. Ik zat net aan jou te denken. Ik dacht, jij bent die ene die geen wekker zet, maar gewoon wakker wordt. En misschien wel wakker wordt met deze uitzending. Vond ik wel apart, vond ik leuk. Dag Helma, goedemorgen. In deze uitzending ga ik eigenlijk de nummer 1 succesfactor van de lancering van Verbeter Je Seksleven met je delen. En dat het een succes was, gigantisch. Ik heb het samen met Karianne Ros gedaan. Karianne van de inhoud, Verbeter Je Seksleven. En Hugo Bakker van de techniek, een online programma maken. En het brein achter het verkopen. Het was echt geweldig goed gegaan. Ik vind het echt ongelooflijk. Goedemorgen Elwin, Jan, Tamara. Het is een superleuk onderwerp. Ik ga dat eventjes in beeld brengen, Tamara. Verbeter je seksleven. Hoe is het ontstaan? Nou, laat ik dat eerst eventjes kort vertellen. Karianne Ros, die was vorig jaar... Hoi Eddie. Vorig jaar via website op mijn website gekomen. Ze had een video van mij gezien. En ze had eigenlijk heel sterk het gevoel van, die man moet ik helpen. En ze wist niet waarom. En op een gegeven moment kreeg ze een uitnodiging van mij voor een seminar. En toen is ze naar het seminar gegaan. En toen heeft ze heel de dag achter in de zaal gezeten. En aan het eind van de dag gaf ze mij haar boek. En dus ik heb dat boek aangenomen. Ik krijg wel vaker boeken van mensen die op seminar geweest zijn. Dus ik heb gezegd, nou joh, ik ga het lezen. En verder eigenlijk niet bij stilgestaan. Dat boek heeft een tijdje op mijn nachtkastje gelegen. Ik heb er wat doorheen gelezen. Ik heb het niet helemaal uit. Het was zo'n dikke pil. En vorig jaar lanceerde ik op een gegeven moment de Passief Inkomen Academy. En Karianne die zat achter de scherm. En die had zoiets van, ik heb geen geld, maar ik voel dat ik dit moet doen. Ik voel dat ik het moet doen. Dus uiteindelijk, ze klikt op bestellen. Ze doet mee. En om een lang verhaal kort te maken. Het is echt een heel lang verhaal. Het is echt een heel bijzonder verhaal. Maar Karianne is een christencoach. Of christelijke coach. Ik weet niet hoe je dat precies noemt. En zij had echt het gevoel dat ze mij mocht helpen om dichter bij God te komen. En doordat ik dat videootje op mijn website had gezet en doordat zij had geklikt van ik doe mee aan de Academy, kwamen we meer en meer met elkaar in contact. En nou ja, dat had eigenlijk tot gevolg dat Hugo en Diana, mijn vrouw, dichter bij elkaar en dichter bij God zijn gekomen. Dus dat was een prachtig mooi proces. En goedemorgen Petra ook. En ik heb daar vorig jaar ook een blog over geschreven. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Zet een jaartje in de reacties. Dat blog dat heette Ik geef me over. Dus ik ben daar heel open en bloot over geweest. Dat ik veel meer met God wilde gaan leven. En af en toe draag ik dat uit via internet. Maar weet je, dit is soms ook gewoon business is business as usual. Dus ik ben daar niet de hele tijd mee bezig. Maar in dit geval,
Yes, Peter, jij weet het nog. Goedemorgen, Ingrid. En dus dat was eigenlijk een blog wat ik uit mijn hart had geschreven. En ik wilde het ook gewoon laten weten. Ik ben vrij open, dus ik laat dingen weten die in mijn leven spelen. En toen dat gebeurd was, toen heb ik later Karianne een keer gebeld. Ik zeg, joh, jouw website. Ik zeg, jij hebt zoveel boeken geschreven. En ik zie nu ook dat jij al 6 online programma's hebt. Maar als ik naar jouw website kijk, ik geloof niet dat dit verkoopt, dat dit kan, dat dit werkt. Nee, zegt ze. Ik heb best veel tijd ingestopt en ik weet het niet wat het is. Herken je dat? Dat je ergens heel veel tijd instopt om bijvoorbeeld een training of een workshop te ontwerpen of een online programma hebt gemaakt. En het is beschikbaar, maar niemand of bijna niemand koopt het. Nou, ik zeg, Karianne, ik ga je helpen. Ze zat bij mij in het programma, maar ja, maar ze zegt, als ik het woord WordPress hoor, dan word ik al, dan moet ik al overgeven, zegt ze. Herkenbaar voor Tamara in ieder geval. Dus ik zeg maar, Karianne, laat mij dan de funnel bouwen. Laat mij het brein achter het verkopen zijn. En dan concentreer jij je op de techniek, of sorry, op de inhoud. Ja, daar ben ik goed in. Even tussen twee haakjes. Karianne heeft vorig jaar 8 boeken geschreven. 8 boeken geschreven! Ah! Dus echt een contentmachine. Ongelooflijk. Dus ik zeg tegen haar, welk van jouw trainingen loopt het beste? Ze zegt, nou, verbeter je seksleven. Of het minst slecht, kan ik beter zeggen. Verbeter je seksleven. Ik zeg, oké, laten we daar dan mee beginnen. Ik zeg, hoe je het nu op je website hebt aangepakt, dat moet anders. We moeten daar een separate website van maken. En ik kijk er bij het domein, is het nog vrij? Verbeterjeseksleven.nl. Yes! En soms heb je wel eens het gevoel van, hey, iets van een hogere macht, en wij noemen het dan de Heere God, die heeft dat voor ons klaargezet. Dit stond nog op ons te wachten. Dus wij zijn daarmee aan de slag gegaan. En ik zeg, joh, weet je wat? We gaan het gewoon lanceren. Straks in september. Vorig jaar, hè? Vorig jaar september. En dan gaan we het in de zomer maken. Nou, dat liep even anders. Dat is misschien een heel ander verhaal en dat doet er ook niet toe. Dus het is uitgesteld. Eerst moesten blijkbaar die 8 boeken er komen. En nu was ze er klaar voor. Gisteren, 21 maart, de dag dat de lente begon, in de aanloop ernaartoe, had Karianne alle content naar mij gemaild. Ik heb een membership, een website gemaakt, alles erin geknald. Van week 1 alleen. En we zouden het webinar gaan geven. Maar ik heb echt moeten pushen van, Karianne, stuur me je PowerPoint op. Stuur me je PowerPoint op. Want echt, ik wil weten of je pitch goed in elkaar zit. En die PowerPoint die kwam er niet, die PowerPoint kwam er niet. En gisteren om 6:00, 6:30 zag ik voor het eerst die PowerPoint. En ik dacht, oh nee hè. Heeft ze natuurlijk allemaal, al de energie op de content geconcentreerd, gefocust. En niet op het verkopen. Dus ik dacht echt van, oh, ik krijg een PowerPoint en ik moet dat nog helemaal verbouwen. Maar wat schetst mijn verbazing? Ze had echt een goede pitch, ze had een goede PowerPoint gemaakt. Dus ik zeg tegen Karianne, wauw, een goede PowerPoint, had ik niet verwacht. Ze zei, ja, duh, ik heb toch bij jou bij de Academy gezeten. Ik heb toch geleerd hoe dit moet. Ik zei, oh ja, oké. Dus nog een paar verbeteringen aangebracht. Nou, daar zal ik nu niet verder op ingaan, maar een paar verbeteringen op aangebracht. En wij zijn dat webinar gaan doen. Maar de nummer 1 succesfactor. Wat was dat? Dat was eigenlijk helemaal niet. Ja, natuurlijk. In de techniekjes, in de strategieën, natuurlijk. Zonder dat werkt het gewoon niet. Maar wij hadden allebei echt onwijs de intentie. En ik geloof dat dit echt de nummer 1 succesfactor is. We hadden echt de nummer 1. De intentie om de mensen echt te helpen. En
Ik weet nog dat Laura Babliowski volgens mij een paar maanden geleden in Amerika, als je haar niet kent, Laura Babliowski is een business coach en ze was ergens in Hollywood volgens mij om een training te volgen en ze was daar met andere ondernemers en toen kwam ze terug met 3 tips die succesvolle ondernemers doen en de derde tip was, ze zegt, ik was helemaal verbaasd, maar die mensen die bidden, ze bidden dat ze de klanten of de aankomende klanten, dat ze die zo goed mogelijk mogen helpen. Nou, dat is wat wij hebben gedaan. Wij hebben echt de intentie gehad om die mensen zo goed mogelijk te helpen. En we hebben daar echt ook voor gebeden. En ik denk dat dat echt een onwijs belangrijke factor is geweest. Nou, de resultaten. Misschien ben je er zelfs wel live bij geweest. Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Resultaten was echt geweldig. Er waren 126 mensen aanwezig. En 33 mensen hebben de verdiepingstraining gekocht. Voor €97, inclusief BTW was dat. En wij zagen echt ploep, 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 ploep de aanmeldingen binnenstromen. Dat was echt fantastisch. Nou, en als je weet dat Karianne altijd voor €100 lezingen staat te geven. En eigenlijk zo aan het ploeteren is geweest om rond te komen. Is misschien overdreven, maar in mijn ogen heel hard werken voor weinig geld. En dat we nu in dit webinar zo'n waanzinnige lancering hebben gedaan. En weet je, dit is één keer, maar dit kunnen we natuurlijk eindeloos gaan herhalen. Want het is een concept wat werkt, het is een onderwerp wat werkt bij die doelgroep. De manier, de aanpak, natuurlijk de tips en de trucs, de strategieën, alles werkte echt supergoed. Dus ja, daar waren we echt ontzettend blij mee. En ongetwijfeld gaat Karianne dit verhaal van haar kant ook nog eens een keertje delen. Misschien wel via een live uitzending, dat weet ik niet, daar heb ik nog niet met haar over gehad. Want ze moest gaan slapen, want vanochtend vroeg alweer een lezing geven. Waar mijn vrouw overigens nu naartoe is. Omdat het in de buurt is, Hardingsveld, Giessendam. Maar het was echt waanzinnig. Maar remember, de nummer 1 succesfactor, zoals ik het zie, is echt die intentie hebben om mensen te helpen. En dan zou je natuurlijk nog kunnen zeggen van, joh, waarom geef je die training niet weg? Het is toch allemaal digitaal? Ja, dan zijn we toch echt ook allebei van overtuigd dat if you don't pay, you don't pay attention. Als je niet betaalt, dan pas je het minder toe. Dat geloof ik echt. Dus ja, dit was echt super cool. Dit was echt heel gaaf. Ontzettend hoe ik het haar gun om dit ook echt te ervaren. Dus ja, super bijzonder. Ja, dat die domeinnaam nog beschikbaar was, Elwin. Ja, dat, sterker nog, ik bedoel niet het vingertje hoor, verbeter je seksleven met een X, die was weg. En op de een of andere manier kun je seks met seks, EX en KS schrijven. En de KS.nl, die lag gewoon op ons te wachten. Nou, als je er nu naar gaat kijken naar die website, dan is het niks. Je kunt alleen maar inloggen, dus je moet kopen. En dus de complete website is gewoon helemaal niks. Geen blogs, geen e-book, helemaal niks. We hebben dus gewoon puur, uiteraard vanuit haar netwerk, vanuit haar mailinglijst, naar een webinar gestuurd en daar gepitcht. Gepitcht na uiteraard gewoon een hele goede basistraining, zou je kunnen zeggen. Dus dit was echt super, super cool. Nou, ik weet dat ik, en dat doe ik natuurlijk ook bewust, dat ik af en toe de naam van de Passief Inkomen Academy noem. Als jij nu zoiets hebt van, hey, zou dit een club zijn waar ik me welkom zou voelen, waar ik veel kan leren? En je voelt van, hey, die jongen, die Hugo, die niet alleen een aardige kerel, maar weet je, dit kan me ook echt verder helpen. Ik geef straks een webinar, dat gaat over hoe je een vrije ondernemer wordt. En in dat webinar heb je echt een aanmeldkans.
zo noem ik het maar even. Dus ik heb in de comment eventjes erbij gezet een link naar dat webinar. En daar kun je vanochtend om 10 uur meedoen. Je kunt ook rechtstreeks gewoon naar de sales page en dan kun je aanmelden. Want straks in april is er weer een nieuwe groep die start om 10 uur, Tamara. Ja, dit ging over het verkopen van het programma en niet over... wij hebben ook onwijs veel grappen zitten maken over van... hé, wanneer gaan we nu die instructievideootjes maken? En ja, we hebben gewoon heel veel lol gehad over in de voorbereiding. En nu, nu is het los. Nu hebben de mensen gekocht. Nu hebben ze week 1 gekregen. En dat betekent in de tussentijd wordt week 2 gemaakt. Karianne die schrijft en maakt het. En ik doe dat in de online omgeving stoppen. Dus ja, echt een geweldig verhaal. Hebben jullie vragen? Stel ze, zou ik zeggen. Stel je vragen. Super, leuk dat er zoveel reacties zijn. Dat jullie meepraten als het ware. Want niks is leuker dan jullie reacties te zien. Ah, Marianne Draaier gesproken, Helma. Over de Academy waarschijnlijk. Dat is super. Ja, als je naar Marianne kijkt, dan zie je ook dat ze ongelooflijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Misschien nog niet eens in mega euro's, maar heel veel leren, heel veel inzichten. En Passief Inkomen Academy is ook gewoon persoonlijke groei. Waarom? Nou, in die 10 jaar ondernemen, eigenlijk de nummer 1 les die ik heb geleerd is, persoonlijke groei is winnen in business. En Jim Rohn die zei het al, business growth rarely exceeds personal growth. Dus de business groei is eigenlijk maar bijna nooit groter dan persoonlijke groei. Met andere woorden, in de Passief Inkomen Academy ga je ook echt persoonlijk groeien. Niet dat ik heel erg op leiderschap aan het coachen ben, maar dit is gewoon wat er gaat gebeuren. Ja, dat komt onder andere door als een gift van God, zo zie ik het. En niet zozeer de technische data, Eddie. Goed. Nou, zijn er vragen? Stel ze nu en anders straks om 10 uur in het webinar over hoe word ik een vrije ondernemer, een kans om je aan te melden voor Passief Inkomen Academy. Goed zo, oh wat gaaf Helma, dat je haar zag groeien. Aha, oké, mooi. Ja, en weet je, op een gegeven moment ook je committeren om mee te doen met een programma, dat zet je al enorm in beweging. Dat is echt alsof je dus een commitment doet naar, hey, ik kies er nu voor om te gaan groeien. Ik kies er nu voor om in mijn business en persoonlijk te gaan groeien. Ik denk, Tamara, dat je bedoelt van verbeter je seksleven. Nee, daar is geen opname van beschikbaar. Even lezen, René, wat jij schrijft. Weet je, om een paar voorbeelden te geven. Want René die vraagt van, ik snap niet helemaal goed, persoonlijke groei, winnen in business, hoe werkt dat precies? Ik zie een hoop zieke mensen aan de top van een bedrijf staan. Ja, dus dat is de vraag of die mensen dus persoonlijk aan het groeien zijn. Ik ken die situaties niet. Ik kan alleen maar zeggen dat bijvoorbeeld een van de mensen in de Academy, die vond het heel erg lastig om zichtbaar te zijn. En ik heb met haar een aantal keren gesproken en steeds kleine stapjes die zij ging zetten. En toen ze eenmaal daardoorheen brak, toen kon ze opeens los met video's maken, met haar verhaal vertellen, webinars geven, challenges doen. En ja, die gaat nu echt als een speer. In het webinar vertel ik daar iets meer over. Het webinar wat om 10 uur begint. Als ik naar mezelf kijk. Ik vond bijvoorbeeld een webinar geven. Ik denk dat ik zeker meer dan een jaar webinars heb gegeven. Zonder een cent te verdienen. Hoe kwam dat?
Ik pitchte niet. Ik vond het spannend om een product te promoten. En ik ging dat uit de weg, comfortzone. En toen ik uiteindelijk met klotsende oksels besloot om te gaan pitchen, toen gingen mensen zich opeens aanmelden. Toen kwam er opeens omzet binnen. Weet je, dus ik was persoonlijk gegroeid en daardoor groeide mijn business. Even afgeleid van de kat die zit te krabben. Oh, dit deed ik ooit toen ik in mijn onderbroek een uitzending deed. Maar ik heb nu mijn sportkleren aan. En zo kan ik talloze voorbeelden geven van mensen die uit hun comfortzone stapten. Dus die groeiden en daardoor dus andere nieuwe dingen gingen doen. En waardoor hun business ging groeien. Als je kijkt naar Karianne, haar doelgroep is christenen. Best weinig, laat ik zeggen, commerciegericht. Commerciegericht, oftewel, het is al snel te duur of te commercieel. En toch brak ze nu er doorheen om haar prijzen te verdrievoudigen. Verdrievoudigen. En om het gewoon te doen en gewoon echt toch een super, super aanbod te doen op een manier zoals ik ze geleerd heb en een manier zoals blijkbaar dus werkte. Want 33 sales in een webinar, ja, dat is echt fantastisch. Dus ik hoop dat dit voldoende antwoord op jouw vraag is, René. Wil je het nog eventjes teruggeven aan me? Oké, nou. Ik weet niet. Nee, dit was niet jouw laatste reactie, René, die ik hier zie staan. Anyway, als er andere vragen zijn, stel ze nu. Want ik ga me straks klaarmaken voor het webinar wat ik zo direct om 10:00 ga geven. En wat ik ook nog één keertje op maandag ga herhalen. Maandag is dan de 27e in de avond om 8:00. Dat is dan de laatste keer. Dus, ik zie geen vragen meer. Dan betekent dat ik deze uitzending ga afronden. Ook als je de opname bekijkt, kun je natuurlijk reageren of vragen stellen. Niet helemaal zeker dat ik dan antwoord geef, omdat ik dat soms gewoon mis. Maar ik zie René zegt deels eens, fijne dag. Helemaal oké natuurlijk. En het is natuurlijk heel erg ook gebaseerd op je eigen ervaringen. En ik hoor dan mijn eigen ervaringen terug door goeroes zoals Anthony Robbins, Jim Rohn, die dit soort dingen ook prediken. En, ja, ik ga er wel in mee in ieder geval. Het hoeft inderdaad niet altijd zo te zijn. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Oké, ik wens jullie een super gefocuste dag. En laat nog eventjes weten in de reactie wat jij aan het eind van de dag af wil hebben. Dankjewel Tamara. Dus wat je aan het eind van de dag af wil hebben als een soort van publiek commitment. Yes, dit ga ik doen. En aan het eind van de dag zou je zelfs nog terug kunnen komen om te schrijven van het is gelukt. En je succes delen of wat dan ook. Hoe je het ook maar gebruikt. Nogmaals, fijne dag. En ik ga weer als de sodemieter verder. Hoi hoi.